Studio 100. Allemaal generaties lang zijn we opgegroeid daarmee. Want het is allemaal dat dankzij Kevin Rost en Hans Bulon, die de sfeer aanpast om alles te kennen. Bijvoorbeeld Het Huis van Nu is, Kabouter Plop, Samson de Gert, K3, Lolly Lollobroek, Missie en Woppie. En als je de hele mixing daarvan ziet, van het hele overzicht van Studio 100, dan weet je precies waarom dat Studio 100 zo waard bleef. Natuurlijk kennen we verschillende films. Bijvoorbeeld de dag van de bloedmaan. En Het IJzeren Hart. Terugkeer van Sibuna. Plop en de pinguïn. En de betoverde kroon. Naast verschillende films en series hebben ze ook een eigen merchandise. Met even spullen, met allerlei figuren van het hele studio. Dankzij de makers. Bijvoorbeeld, ik noem maar op wie. Alle makers van Studio 100 hebben het zelf bedacht. Naast verschillende films en series hebben ze ook een eigen merchandise. Zoals verschillende vloggers ook hebben. Naast hebben ze ook wat films. Maar vroeger hadden we de VHS-banden. Want vroeger was niet eenmaal zo sneller en moderner. En nu hebben we originele DVD's van verschillende series, met wel een speelfilm daarvan. DVD's! Net zoals K3 en Lolly Lollobroek. Zo, dat was mijn video. Nou, vond je deze video? Abonneer vast op mijn kanaal en ook op Studio 100. En ik zie je allemaal weer later.